best grote issues op te lossen. En we hebben eigenlijk een soort time-out gekregen door corona. Piet Hein Eek, alweer enige tijd geleden dat ik jou sprak. Hoe is het met de business? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, want we hebben heel veel verschillende businessen, zullen we zeggen. En in zijn algemeenheid, voordat corona was, want dat is natuurlijk de suggestie in de vraag van hoe gaat het nu in deze tijden met het bedrijf. Ja. Maar voordat we deze crisis hadden, hadden we eigenlijk al de nodige problemen en best al een paar jaar om de organisatie goed op orde te krijgen. En dit maakt het natuurlijk niet beter, maar het gekke is dat het wel verdoezelt. Dus eigenlijk hebben we best grote issues op te lossen en we hebben eigenlijk een soort time-out gekregen door corona, omdat alles minder werd en we deels loonsubsidie hebben gekregen van de overheid. Mm-hmm. Is er een gekke impasse ontstaan waarin we, als we eruit komen, als we er goed uitkomen in ieder geval, maar als we eruit komen, komt het misschien wel door corona. Dus als positief bijverschijnsel. Maar dat klinkt ingewikkeld. Ja, het klinkt dus ingewikkeld. Wat legt dat eens uit? Want wat waren de issues met name? Nou, wij zijn. Wij produceren zelf natuurlijk. Dus dat is ingewikkeld. Iets maken is iets anders op dan iets inkopen en verkopen. Ja. Dat is niet voor niks dat er niet zo heel veel geproduceerd wordt meer in Europa of in het Westen. En heel veel maatwerk. Dus bijna alles wat we maken is. Op klantorder. Dus daar is de foutgevoeligheid groot. Maar ook de factor arbeid daarin is een belangrijk deel. En mensen zijn niet heel betrouwbaar over het algemeen. Ik wil niet zeggen dat mijn personeel niet betrouwbaar is. Maar als je ziek bent, dan heb je gewoon een probleem. Of als je iets niet kan. Of als het niet goed aangestuurd wordt. Want dat is misschien wel het belangrijkste probleem. Dus we zijn al een hele tijd bezig om alles wat we aan het doen en maken zijn, wat heel chaotisch is, toch goed te organiseren. Dus en dat is best een uitdaging. Ja, want dat chaos zit ook een beetje in jou ook, toch? Jazeker. Creativiteit heeft veel met chaos te maken. Laat ik zo zeggen, als alles altijd hetzelfde is, dan heb je niet eens een aanleiding om iets te bedenken. Nee. En bij ons is het relatief gevarieerd. Er gebeuren altijd heel veel verschillende zaken. Dus we hebben heel verschillende klanten, heel veel verschillende vragen, heel veel verschillende activiteiten. Ik ben zelf, zoek het ook op. En dan komt daar dus een ontwerp uit of een opdracht of wat dan ook. En die moet je dan zo efficiënt mogelijk maken. De motivatie van het personeel, de motivatie van jezelf, de energie die erin gaat zitten. Ook hoeveel tegenslagen kan je aan. Nou, we hebben op dat gebied hebben we een spannende tijd hebben we gehad. Hey. Dat kan je makkelijk oplossen als je het netjes zou gaan organiseren. Zo van, nou, daar verdienen we wel geld mee en daar wat minder, dus dan doen we dat niet meer. Maar dan raak je ook weer aan de kern van het bedrijf. Dus ik vind het belangrijk dat we juist die bijzondere projecten ook kunnen realiseren. Maar daar heb je wel, dat is op het scherpst van de snede. Dat is het altijd geweest eigenlijk. En dat is nu nog steeds. En we zijn nu bezig om dat op orde te krijgen. Vanuit een breder team ook, zeg maar. Ja, want ik zou dan heel simpel zeggen, hou Piet Hein vrij en laat hij chaotisch en creatief zijn. En voor de rest blijft hij met zijn takkenpoten van de organisatie af. En dan zet er gewoon iemand op die dat kan managen en zo. En organiseren en uren bijhoudt en zorgen dat dat allemaal werkt. En dan heb je het gewoon geregeld. Ja, dat is waar we mee bezig zijn. Waar het niet dat we als organisatie sowieso niet heel veel ruimte hebben om een zwaar gewicht in te huren. Maar ik geloof ook niet zo daarin. Maar het bewustzijn van hoe je mensen aanstuurt. Want het is, als je heel veel mensen hebt die heel gevarieerd werk doen, dan kan je dus niet een lopende band hebben waar elke 2 seconden iets langskomt en die schroef moet aangedraaid worden, wat heel makkelijk te regelen is. En elke imbeciel kan je bij wijze van spreken uitleggen hoe die schroef aangedraaid moet worden. Ja. Maar wij hebben het tegenovergestelde van serieproductie.
En dat betekent dat, dat de organisatiestructuur eigenlijk heel erg te maken heeft met dat mensen een heldere opdracht of vraag krijgen en dat ze verantwoordelijkheid krijgen en dat ze ook daarop vervolgens afgerekend kunnen worden. En dat bedoel ik niet negatief, maar positief. In de zin van, ja, deze tafel die kunnen we in 8 uur maken, hebben we ze eerder gedaan. Dit is hem, kan je die maken en dan komt hij terug en is hij dan goed en is hij in 8 uur. Dus het is eigenlijk voortdurend communiceren, maar op een ongelofelijke grote hoeveelheid verschillende activiteiten en kwaliteiten. En dat stuk, dat lijkt allemaal logisch, maar ik zeg wel eens verantwoordelijkheid. Dus een organisatiestructuur gaat niet over verantwoordelijkheid. Het gaat alleen over wie wat doet en dan krijg je taken en zo. Maar dat je je taak ook als jouw taak ervaart en dus als het niet goed gaat of dreigt te gaan, dat je uit dat patroon kan stappen van ik doe toch altijd zo, het is altijd goed genoeg. Dat werkt bij ons niet. Hè? Dus een chirurg is goed omdat hij een bepaalde operatie goed kan en die herhaalt zichzelf steeds. En, 1% creativiteit is dan heel veel. Dus die mensen worden steeds beter in wat ze doen omdat ze zich bekwamen. En wij doen elke keer iets anders. En daar waar het herhaling is, gaat best goed. Mm-hmm. Maar je kan je voorstellen als meer dan de helft van het werk totaal nieuw is, dus van tekening en nog nooit gemaakt. En de andere helft is met klantspecificaties waarin ook niks hetzelfde is als de keer ervoor. Dan heb je een organisatiestructuur nodig waar mensen zich heel erg vereenzelvigen met hun werk. En dat heeft het gekke is, dat kan je structureren en daar zijn we mee bezig. En voorheen gaf ik gewoon een schop als het me niet beviel. Een beetje te veel naar links, dan gaf ik een schop rechts. Een beetje te veel naar rechts, gaf ik een schop links. Maar op een gegeven moment wil en kan je dat niet meer. Dus hoe krijg je het voor elkaar dat de organisatie die persoonlijke inmenging opvangt en dat ook gaat zien waarom het belangrijk is? Dus eigenlijk schuif ik een heel aantal dingen van me af. Ja. Precies wat jij zegt eigenlijk. Ja. En dat moet dan het team op gaan vangen, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Hoeveel mensen heb je? Rond de 100 eigenlijk al jaren. We hebben 120 gehad en 90 en daartussenin fluctueert het een beetje. Ben je veel eisend? Vroeger was ik extreem eisend. Niet eens veel, maar wat ik vroeg moest wel gebeuren. En nu vind ik van niet meer. En hoop ik erop dat, dat is ook een beetje de periode waar we in zitten, dat mensen zelf eigenlijk opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. En bijvoorbeeld, ik heb een jongen in dienst, Nart, en die verkoopt. En vroeger verkocht ik. En hij doet nou eigenlijk meer en beter dan ik dat ooit gedaan heb. Dus daar is het gelukt. Is op één plek is het gelukt. Te gaan. Ja. Dat gaat goed. Het is wel een belangrijke plek trouwens. Ja, precies. Hey, en één ding, want daarna wil ik met jou ook inzoomen op wat jij allemaal van toffe nieuwe dingen of wat er in je hoofd allemaal speelt. Maar even nog wat jij in het begin zei, dat corona wel eens daarin kon helpen. Die begreep ik nog niet helemaal goed. Nou, wij hebben dus een zware periode. Hebben we en achter de rug nog erger. En het is en als het zwaar is, dan krijg je dus financieel ook lastige beslissingen en moeilijke. Gewoon dat het heel lastig is om elke maand de boel aan elkaar te, alle eindjes aan elkaar te knopen, ook vanwege de hoeveelheid personeel. Ja. En wij zaten eigenlijk in een krimpscenario. In de zin dat ik een paar jaar geleden hadden we minder mensen in dienst en verdienden we meer en was de omzet ongeveer gelijk. Dus ik dacht, ik laat ik eens beginnen met hetzelfde aantal mensen weer nemen. En dan komt het vanzelf wel. Dus we hebben er een aantal laten lopen. Dus niet hoeven ontslaan of zo, maar laten lopen. Dus, en dat valt precies op het moment van, als je de regels van de overheid kijkt, dan kijken ze naar een gemiddelde kwartaal van vorig jaar. Nou, toen hadden we dus best een goede omzet, maar een waardeloos resultaat. En daarom heb ik dus het personeel minder gemaakt. Maar dat was in januari, hadden we er nog best een paar op de loonlijst staan. Dus ze hebben de loonsom van januari genomen. De gemiddelde omzet van het vorig jaar. En al die parameters die ze toevallig genomen hebben om maar een generieke maatregel te nemen, die zijn in ons voordeel eigenlijk. Dus met als gevolg dat de krimp die we toch al meemaakten, en die ook echt heel erg versterkt door corona overigens, maar dat die een klein beetje gecompenseerd wordt door de overheid. Ook wel eens, toch? Ja, ik denk ook bij mezelf. Ik betaal allerlei dingen en het nut ervan is mij tot op heden volledig ontgaan. Behalve dan dat ik heel blij ben dat ik in Nederland woon. Maar nu krijg ik wel voor het eerst iets terug.
Maar het is toch niet in verhouding, hoor. Dus ik de miljoenen kijk die ik per jaar naar de overheid breng, dan kan ik nog wel even steun krijgen. Ja, want je hebt geen idee waarom je dat eigenlijk deed in het verleden. Nou, ik vind sommige, bijvoorbeeld iedereen betaalt ziekenfondswet. En ik heb nog nooit enig cent gekregen voor enige werknemer of voor mezelf in verband met ziekte. Dus als iemand dan ziek wordt, dan betaal je alsnog toch nog bij. Dus ik vind het eigenlijk gekke termen die ze hanteren. Je kan het beter gewoon belasting noemen dan. Maar ik zou denken dat heeft iets met ziekte te maken. Waardoor je bijvoorbeeld spaart of als er iemand ziek wordt, wordt die dan wel of niet betaald. Maar daar heb ik nooit enige logica in ontdekt. Dus er zijn er nog wel een paar. Dus omzetbelasting begrijp ik wel. Dat gaat gewoon naar de overheid. En dan krijgen we nu steun. Ja. Die snap ik niet zo goed. Hey, luister, wat ben je creatief aan het doen? We hebben gelukkig gewoon... Ja, eigenlijk heb ik als geluk dat we altijd wel werk hebben. En ook best veel. Dus ik ben heel veel voor klanten aan het tekenen. En veel maatwerk en bijzondere projecten. Dus dat loopt altijd door, nu ook. En we zijn een hotel aan het maken en daar ben ik as we speak mee bezig met de kleurtjes voor de badkamers. En er worden 13 kamers en dat moet in oktober klaar zijn. En dat is echt een heel veelomvattend project. En dat wordt echt fantastisch. Dus daar gaat heel veel energie en ook plezier in zitten. Want het is niks leuker dan creëren. Dus dat is eigenlijk het grootste en belangrijkste project op dit moment. En waar staat dat hotel? Of waar komt dat hotel? Ja, we hadden... ons pand heeft een hoogbouw in het pand zitten, zeg maar. Maar dat steekt er bovenuit. Dat was voorheen de wonderkamer en de galerie. En de galerie gaat nou verplaatsen naar een afdak wat tegenover het restaurant staat. En in plaats daarvan komt het hotel dan. En de wonderkamer die daar zat, dat wordt de lobby, receptie en wonderkamer en ontbijtruimte voor het hotel ook. Dus er komt een hele bijzondere plek waar onze gasten komen. En die kunnen daar drinken, ontbijten, ontvangen worden in een soort idiote kunstomgeving met een heel groot dakterras wat nog gemaakt moet worden. Maar het wordt een echt een bijzonder hotel. Wordt het. En jij doet de exploitatie ook zelf dan? Ja, we doen altijd alles zelf. Dat is, Wat gebeurt er nu allemaal op je? Want als je jouw terrein, noem ik het dan maar even, jouw domein of weet ik hoe je het noemt. Hoe noem je dat dan? Hoe noem ik dat of... Hoe noem je dat als semantische discussie? Maar want je doet daar zoveel verschillende dingen. Nu weer een hotel. Ja, nou ja, Piet Hein Eek is de gemene deler. Hè? Dus we noemen alles waar zoals ik heet. Dat is, ooit heb ik dat bedacht. Het wordt een merk en dat is het inmiddels ook wel. Dus, ja. Maar we gebruiken een logootje om niet overal Piet Hein Eek te hoeven opschrijven. Want daar zou ik zelf ook een beetje gek van worden. Ja. Maar in principe is het hele complex is gewoon mijn complex, ons complex. En hier de productie is echt in het hart van het gebouw. Dus waar je ook bijna staat, je hoort, ziet, voelt, ruikt de productie en wat we maken. Dus dat is en het moeilijkste en het leukste en het meest bijzondere. En daaromheen hebben we eigenlijk een hele wereld gecreëerd. En dat wordt steeds meer en bijzonderder. En hoe is de impact op korte termijn van corona? Dat je nu zeg maar, op dat terrein allemaal dingen samen doet bij elkaar qua productie, maar ook qua andere concepten die daar draaien? Ja, het restaurant was gewoon dicht. Dat moest dus nu weer open. En de winkel is gewoon open gebleven. Dat mocht, dus dat hebben we gedaan. En de productie is helemaal doorgelopen. En daar hebben we zelfs minder ziekteverzuim dan ooit. Ja. Dus ik kan me niet herinneren dat we zo weinig ziek hebben gehad als de afgelopen maanden. Dus dat is heel gek als je erover nadenkt dat er maatregelen genomen worden omdat de halve wereld dan ziek zou zijn. En zeker in Brabant. En dat wij met 100 man geen enkele zieke hebben al 3 maanden lang. Ja. Ook nauwelijks. Dus de impact voor het productiebedrijf is heel gering geweest. En behalve dan dat iedereen zwaarder onder de indruk is van het hele verhaal natuurlijk. Waar ik ben zelf een beetje anti-corona. En dan vooral de maatregelen. En ik word het eigenlijk steeds sterker. Ja, jij, van jou hoeft het allemaal niet, wat we allemaal met z'n allen... Nee, ik vind het opruiend eigenlijk.
Als je die matrixborden boven de weg ziet, dan is samen tegen corona en niet met te veel daar naartoe. En als het druk is, moet je weggaan. En als mensen achterlijk zijn. En nou zijn er zelfs, liep ik langs Abri's en daar hebben ze met Rijksoverheid bordjes ook boodschappen over corona. En dan hebben ze de maatregel dat de restaurant weer open mag. Wij zijn nu open, maar mensen zijn zo bang dat ze niet durven te komen. Ze hadden verwacht dat hier de binnenstad overvallen zou worden door eters. Ja. En wat blijkt, ze durven niet. Maar ja, vind je het gek als je net een reclamecampagne van en de pers en de overheid over je heen hebt gekregen, dat je bijna zeker doodgaat als je de deur uitgaat. Ja, dat is wel echt heel ellendig voor al die mensen. Maar daar heb ik erg moeite mee. En ik vind het ook... ik weet dat ik een interview had omdat we een expositie zouden openen, die overigens van de week open is gegaan in het Centraal Museum in Utrecht. Daar heb ik een stoel ter gelegenheid van die tentoonstelling voor Martin Visser gemaakt. Dus geïnspireerd op de ontwerper Martin Visser. En er zijn, ik geloof, 7 ontwerpers gevraagd. Dat is echt goed gelukt. Vaak dus verzand dat dan een beetje. Maar het is echt een leuke tentoonstelling met 7 ontwerpers die hun ontwerp van Martin Visser hebben uitgezocht en daar een specifiek iets voor bedacht hebben. Maar ik zou dus dan naar de studio in Hilversum gaan om daarover te praten. En toen, dat was aan het begin van de coronacrisis. En ik werd daar dus uitgenodigd en toen belden ze op. Ja, je kan echt niet komen, want je komt uit Brabant en daar is corona heel erg. Ik zei, nou, ik vind het prima, ik hou toch niet van reizen. Maar kunnen we dan niet zoomen of zo, of televisie? Want ik zei, nou goed, kan mij schelen. Dus ik zat daar, met telefoon was het. Ik zat dus in de studio. Ik zei, ja, ik vind het wel bijzonder dat gedoe over corona. Ja, hoezo dan? Ik zei, nou, ik vind het eigenlijk een hele gekke situatie. Maar waarom dan? Ik zei, nou, jullie denken nu in Hilversum in Amsterdam dat wij dat hier hebben. En dat dachten ze in China ook. En toen in Italië en toen in Spanje en toen in Frankrijk. En nou hebben wij het hier in Brabant. En nou kan ik niet naar Hilversum omdat het geïsoleerd moet worden, de ellende. Ik zeg, dat is toch redelijk naïef. Dat lijkt mij dat je beter vanuit kan gaan dat het overal zit. En dan daar je beleid op maken dan nu proberen tegen te houden. Terwijl met carnaval ik heel veel Amsterdammers hier over vloer heb gehad. Dus die hebben het ook wel een paar opgelopen waarschijnlijk. Wat zou jouw beleid nu zijn? Ik dacht toen, omdat in Italië het zo verschrikkelijk voor oudere mensen was en mensen die zwak zijn, dus heel duidelijk specifieke doelgroep. Ja. Ik dacht toen, je moet iedereen gewoon normaal met elkaar om laten gaan. Dus wel een deel van de maatregelen, maar niet platleggen. En de mensen die het echt nodig hebben, veel en veel dramatischer beschermen. Dus de beschermingsmaatregelen die we nu overal een beetje hebben gedaan, zouden overal een stuk minder moeten. Maar degenen die het echt nodig hebben, die hadden gewoon veel hardere maatregelen of stevigere maatregelen moeten hebben. En nu is het bijna voor iedereen hetzelfde. En het is veel te veel voor de mensen die het eigenlijk niet zo zal treffen. En veel te weinig voor de mensen die er aan doodgaan. Je had een samenwerking met IKEA? Ja, we hebben... ik heb voor IKEA die grote collectie ontworpen. Of eigenlijk eerst een project en toen een grote collectie. En IKEA is zelf nu... heeft gereorganiseerd, dus er zit niemand meer op de oude plek. Maar mijn contactpersonen zitten nog wel en dan werk ik nou op een andere divisie. En ik heb er toevallig een maand of anderhalf geleden gebeld. En toen hebben we het plan opgevat om daar weer iets te gaan doen. Maar dat zien we wel. Maar het is heel leuk in ieder geval. Ik heb er nog een stapel ontwerpen liggen waar ze niks mee gedaan hebben. Omdat ze dus, als zo'n groot bedrijf dat betaamt, alles en iedereen op een andere positie hebben gezet. Dus, Ja, en dan houden projecten in één keer weer op. Ja, dat blijkt. Ja. Nog meer future plans? Dat hotel is dus het Hotel Galerie. Dat zijn de grote verbouwingsplannen. Er zijn keukens aan het maken voor klanten. Dus we doen echt van alles hele mooie objecten. Huh? Dat wordt steeds meer. Dat is wel een ontwikkeling die nu gaande is, dat we wereldwijd steeds kostbaardere objecten verkopen. Dus vroeger was een dure kast of tafel tussen de 7 en de 10.000 euro. En nu hebben we ze soms wel die tussen de 40 en de 50 zitten. Dus dat is in een paar jaar tijd is dat omgeslagen of gegroeid naar een veel hogere waarde in wat we maken. En ja, dat is heel gek klinkt dat, want waarom heb je dan financiële problemen? Maar dat begrijp ik ook niet altijd. Maar...
Het moet wel gemaakt worden. Dus je kan op iets van 40.000 euro minder verdienen dan op iets van 1000 euro. Natuurlijk als je het niet goed doet. Maar op zich is dat wel een hoopvolle ontwikkeling toch. Want dat zijn wel de dingen waar we die goed te managen zijn en waar we ook gewoon goed in zijn, die objecten. Dus ja, dus dat is dus fijn dat dat zich aftekent nu. Ik ben een heel klein huisje aan het maken voor mezelf. Ooit begonnen als zo van, dat is wel fijn om er ook te kunnen zijn. Tijdens natuurlijk, en op een gegeven moment was het van, ik denk dat ik daar ga zijn. En op een gegeven moment is dat, dacht ik van, nou weet je, dat wordt mijn huis. Maar dat is een piepklein huisje. Van, ja, in de oude transformatorhokken van dit gebouw. En dat is een ontzettend leuk project, omdat dat het zo klein is. Dat het zijn eigenlijk een paar caravans op elkaar gestapeld. Maar het voelt helemaal niet klein. Het is, als ik kijk naar wat mij zelf heel erg inspireert op dit moment, is het wel die kleinheid die daar zo ontzettend fijn is. En ja, iedereen die daar, dat is ook het meest bezochte huisje van deze buurt in coronatijd, geloof ik. Er zijn nogal wat mensen ontvangen. En 1,5 meter afstand kan daar echt niet. Ik weet niet of ik nou een bekeuring krijg, maar het is er heel gezellig. En het is een heel bijzondere plek waar ik eigenlijk. Het is helemaal niet zo expres ontstaan of zo. Het is gewoon gegroeid. Maar ik ontdek nu wel daar hoeveel kwaliteit er eigenlijk in die maat zit. En in de detaillering en hoe je daar kan leven en wonen. En hoe gezellig het is en leuk. Dus het is eigenlijk een soort ontdekkingstochtje. Want ik heb al het beste. Mijn ex-vrouw heeft dus een enorm groot huis. Dat zit ook hier in de buurt. Ik geloof 20 keer groter. Maar dat is niet, zou ons huis worden. Dus dat is prima. Maar ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Ik wil eigenlijk een keuken en een tafel. En kunnen slapen. Zo'n paar dingen. Dat is precies wat het geworden is. En het is echt super fijn. Dus eigenlijk best leuk. Oké, dan dank ik jou voor deze update, Piet Hein. Het was leuk om eerst bij te kletsen met je. Oké, dankjewel ook. Hey.